Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij weer een nieuw online orgelconcert. Vanmorgen vroeg zijn we uit Urk vertrokken. En na zo'n 200 kilometer zijn we aangekomen in Zeeland. Om voor u te spelen op dit Van Dam orgel in de Grote Kerk in Tholen. We beginnen het concert met werk van Klaas-Jan Mulder, de fantasietoccata Wat God doet, dat is wel gedaan. Daarna werken van Bach en Mendelssohn. Van Bach een concerto, ook wel als titel Fantasia in G-dur, drie delen, Allegro, Adagio, Allegro. En van Felix Mendelssohn Bartholdy speel ik de Variations Sérieuses. Oorspronkelijk een pianowerk, geschreven om geld in te zamelen voor een standbeeld van Beethoven. En het is voor orgel bewerkt door Reitse Smits. Dat klinkt fantastisch op orgel. Er zijn heel veel verschillende variaties. En dat geeft de gelegenheid om een hele reeks verschillende klankkleuren van dit orgel te demonstreren. Dan gaan we luisteren naar Nederlandse werken van Feike Asma en Jan Zwart. Van Feike Asma, de liedbewerking, Zouden wij ook eenmaal komen. En Jan Zwart kennen we natuurlijk ook vooral van zijn koraalbewerkingen. Maar hij heeft ook enkele vrije werken geschreven. In 1899, hij was toen 22 jaar oud en nog maar een jaar organist in de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam, op dat struwvloerorgel. In dat jaar 1899 componeerde Jan Zwart een eerste deel van een orgelsonate in G-mol. Moderato e maestoso schreef hij daarboven. Een onvoltooide orgelsonate, want hij heeft het nooit afgemaakt. Maar dit eerste deel is zeer de moeite waard om te beluisteren. En dat klinkt heel mooi op orgels uit de 19e eeuw natuurlijk. Dan een werk van een Engelse componist, William Wollstoneholm. Dat is een allegretto, oorspronkelijk geschreven voor viola en pianoforte. Viool en piano. En het is door Edwin Henry Lemaire voor orgel bewerkt. En nog een Frans werk, Louis-Jean Onfray Lefebure-Wély. Was organist van de Saint-Sulpice in Parijs. En van hem een van zijn vrolijke sorties. Sortie en si bémol majeur. In bes grote terts. Nou, daar zijn er twee van. En dit is uit L'Organiste Moderne, het achtste deel. Ik sluit het concert weer af met eigen werk. Een parafrase over Psalm 43, vers 3. Het gebed zendt Heer uw licht en waarheid neder. En het juichende vers 4, dan ga ik op tot Gods altaar. Het orgel hier in Tholen is eigenlijk wel dringend aan restauratie toe. Dat ga je hier en daar ook wel horen. Het is wat lekkage in de wind. En daardoor af en toe wat onzuiverheid en wat hangerij. Maar ik heb begrepen dat het de bedoeling is om over niet al te lange tijd dit orgel te gaan restaureren. Nou, het is een prachtig orgel en het klinkt natuurlijk geweldig hier in deze prachtige akoestiek van de Grote Kerk. En de registranten vanavond zijn Seitje en Mirna. En het volgende online concert dat is volgende week in de Bovenkerk in Kampen. Met een programma op het Hinsorgel met Hollandse koraalkunst. Voor nu wens ik u veel kijk- en luistergenoegen. Geniet u van het Van Dam orgel in Tholen. Een fijne avond.